Kijkers, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, we geven u adviezen, maar we houden u op de hoogte van de verschillende updates met betrekking tot de COVID-19-pandemie, die niet alleen de wereld, maar ook Suriname in haar greep heeft. Onze gast voor vanmorgen is de minister van Volksgezondheid, de heer Amer Ramadin. En met hem gaan we praten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-pandemie in Suriname. Maar voordat we dat doen, laten we even kijken naar de recente cijfers. Als we gaan naar de website, dan zien we dat het aantal COVID-19 positieve gevallen op dit moment, misschien is het intussen gestegen, 3632 is. Daarvan zijn 814 actieve gevallen, 2258 personen zijn genezen verklaard en we hebben helaas tot op dit moment 60 doden te betreuren. Ik kijk naar de minister. Minister, als u dagelijks met deze cijfers geconfronteerd wordt, wat zeggen ze u? Goedemorgen, allereerst. Goedemorgen, kijkers. De cijfers, daar kijken we dagelijks naar, inderdaad. We wachten op de cijfers om te kijken hoe de afgelopen 24 uur is verlopen in Suriname. Zodat je het beleid in ieder geval hier en daar moet gaan aanscherpen. Mm-hmm. Of een beetje andere maatregelen moet nemen of andere inzichten moet delen met de deskundigen. Ik wil u even corrigeren, het aantal genezen personen is niet 2258, maar 2758. 2007? Oh, ja. Oké. Dus we hebben... Dat is echt een substantieel verschil. Ja, dat is daarom dat ik het even corrigeer. Ja. We hebben de afgelopen 24 uur 25 positief getesten gehad. Okay. Dat zegt niet heel erg veel, omdat... Mensen relateren het aan, ja, die lockdown is er geweest, dus dat is het direct zo. Nee, dat klopt niet. Er zijn 133 testen maar gedaan. Mm-hmm. In de afgelopen dagen, toen u de 80, 90 nieuwe zag, hadden we rond de 400 testen gedaan. Dus u snapt, we kijken naar het percentage positieve. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen dagen, we wel hebben gemerkt dat het percentage van waar we 30% standaard positief getest hadden, is een beetje gedropt nu naar 20, tussen 15 en 20%. Maar... Nogmaals, het is een voorlopige opluchting die we even hebben. Ja. Maar dat geeft ons nog geen reden om blij te zijn. Omdat u weet dat de afgelopen dagen en de afgelopen weken ik keer op keer ook heb geantameerd op verschillende fora. Mm-hmm. Dat wij heel erg onder druk staan. Mm. Met name onze zorgcapaciteit. En ik refereer eigenlijk naar maart toen... De WHO-directeur toen heeft gezegd dat fragiele gezondheidssystemen, de landen met fragiele gezondheidssystemen, het zwaarst getroffen zullen worden. Ja. En dat was al gauw te zien bijvoorbeeld in landen in Latijns-Amerika, maar ook in Zuid-Amerika. Ecuador, weet u nog, het geval van de overledenen, waar men zich geen raad mee. Capaciteiten waren volgeraakt, er waren geen koelfaciliteiten meer, lijken werden in bestelbussen geplaatst. Precies, allerlei op straat. Juist. Dus ja. Dat soort systemen waren toen blootgelegd. Mm. En in een pandemie is het zo dat een pandemie of een epidemie eigenlijk jouw zwakste schakels gelijk blootstelt. Mm-hmm. En in Suriname zie je dat wij dus een hele poos vrij stabiele situatie hadden, 10 gevallen. En toen na de verkiezingen. En al iets voor de verkiezingen, u weet de verkiezingen waar, was op de helling, waren al wat stijgingen te merken. En je kan zeggen de verkiezing heeft een soort boost gegeven aan die spreading. En toen ontstond het proces. En je ziet dat meer en meer gevallen zich aandienen. Je capaciteiten raken op een gegeven moment uitgeput. Je moet gaan uitbreiden, dat zijn we nu bezig te doen met alle ziekenhuizen. Mm. Alle ziekenhuizen hebben nu... vleugels. Allemaal? Ja, COVID-afdelingen. Mm-hmm. Gisteren ben ik nog voor een bezoek geweest aan mijn achterbuur, het is Landshospitaal. Mm-hmm. Ook daar zijn er ongeveer 26 plekken bij gecreëerd. We hebben nog ruimte om nog 48 bij te creëren, maar alles, daar hangt een kostplaatje aan. Dus we zijn bezig op verschillende fronten. Ook het aantrekken van verplegend personeel of medisch personeel
of ondersteunend personeel is essentieel in deze fase. Je kan ambulance hebben, maar je moet ook ambulancepersoneel hebben. Het transporteren van een ziek persoon vergt een team. Yes. Ja? En als je 5-6 personen tegelijk moet transporteren, moet je 5-6 teams hebben. Ja? Dus het is vaak kijken we heel makkelijk naar zaken aan de zijkant en kijken en zeggen, nou ja, wat is het om even iemand te transporteren? Maar de hele organisatie rondom dat alleen vergt een beetje goede coördinatie. Ja. Wat we hebben gedaan, we hebben een coördinator aangesteld met een 2-3 ondersteuners. Die belast is met de coördinatie van de tweede lijn. Dus die moet eigenlijk met de ziekenhuizen continu in contact zijn, alle ziekenhuizen. Die geven elke dag aan hoe de beddencapaciteiten zijn, waar er minder verpleegkundigen zijn, wie een overschot heeft en dan wordt er geshift. Ja. Dus zo werken we nu, zodat de zorg in ieder geval naar ieder die is opgenomen gegarandeerd is. Dus in elk geval, als ik zo naar u luister, ja. Het is niet een ver van mijn bed show. En dat denken sommige mensen nog steeds. Nou ja, niet eens zo. Dat heb je gelijk in. Je ziet dat COVID dichterbij komt. En steeds meer mensen in je omgeving, iedereen zal dat ervaren. Steeds meer mensen zeggen van, tante die is ziek, oom die is ziek. Heb je niet gehoord, buurman is ziek. Snap je? Dus je ziet dat er ontwikkeling is. Dat COVID zich langzaam aan het verspreiden is in Suriname. Ja. En de leeftijd ook, want in het begin was het mensen boven de 60, 70, maar nu zie je dat jongere mensen overlijden. Ja, het overlijden, daar zijn er wat statistieken bij van elke dinsdag. Dus vandaag geven we weer een situation report. Mm-hmm. En dan maken we analyse van alle overledenen in leeftijdsgroepen, maar ook wat onderliggende ziekten die men heeft. En dan zie je de drie belangrijkste onderliggende factoren zijn diabetes, hoge bloeddruk en obesitas. Mm-hmm. Dat zijn drie factoren die de kans op een complicatie, met name het overlijden, ook vergroten. Misschien kunt u even ten aanzien van obesitas zijn. Dat zijn mensen die overgewicht. Wat is dan de link daar? Wat gebeurt er? Waarom gaan die mensen dan dood? Nou kijk, obesitas is meestal een... je hebt verschillende vormen. Hè. Je hebt obesitas met als oorzaak een metabole stoornis. Dus een bepaald hormonale aandoening in je lichaam. Waardoor je eigenlijk steeds meer problemen krijgt met de vethuishouding. Mm-hmm. Maar je hebt ook gewoon overgewicht als gevolg van een ongezonde leefstijl. U weet dat elke cel, elke gram, elke kilo waarvoor wat extra is in het lichaam. Het moeilijk maakt voor het lichaam om één... Elke cel moet voorzien worden van zuurstof. Ja. Elke cel moet voorzien worden van bloed. Okay. En bij COVID met name heb je veelal luchtweginfecties. Mm. En luchtweginfecties geven een moeizame gaswisseling. Mensen krijgen het steeds moeilijker. Maar ook de behoefte van het lichaam is veel groter bij obesitas. De zuurstofbehoefte is ook veel groter. Elke cel moet worden voorzien van zuurstof. Dus je gaat ook veel meer ademcapaciteit moeten hebben. Je hebt ook veel meer ademkracht nodig. Okay. En dat is vaak niet voldoende, omdat bij een ontsteking van de luchtwegen je al vernauwing krijgt met astmatische-achtige situaties en kortademigheid, maar ook longontstekingen. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker en die mensen geraken sneller in die dip van zuurstoftekort. Mm. En dan komen ze sneller in de IC terecht, omdat ze beademd moeten worden. En helaas zie je dat een deel daarvan komt te overlijden. Maar er zijn ook gevallen van mensen met obesitas. Die ook overleven. Ja. Snap je? Dus het blijft een kans, het blijft een. Het is nieuw, maar we zien wel en we weten wel dat onderliggende factoren, dat is overal zo, bij elke ziekte zo, onderliggende factoren maken het altijd moeilijker voor het lichaam om te genezen op zichzelf. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, dus de kijkers hebben het gehoord. Nog meer reden om op onze gezondheid te gaan letten en vooral de mensen die nu al een beetje overgewicht last daarvan hebben, van meer trainen, want u ziet, u hoeft niet dood te gaan, maar het kan een van de zaken zijn die eigenlijk COVID-19 versnelt. Maar in het weekend hebben we een lockdown gehad. 1 dag, de zaterdag, dus vanaf vrijdagavond tot zaterdag. We hebben verschillende commentaren daarop gehoord. Andere mensen vinden van 1 dag niet voldoende, anderen praten over 2 weken. Maar als u zelf heeft gekeken naar die lockdown, wat is er gebeurd op die zaterdag? Wat hebben de medische diensten, wat heeft de regering gedaan
op die zaterdag? In lockdown? Mm-hmm. Kijk, we hebben nu al een uitgaansverbod van 8 tot 5. Ja. En het werkt goed. Die 8 tot 5, met goede handhaving tussen 8 en 5. Dus dat je heel goed gaat letten op de beweging in de avond. Mm-hmm. Ik heb het altijd gezegd. Mensen lachen of zo. Zeggen, ik zeg de beweging in de avond zijn veel intiemer dan overdag. Mm-hmm. Ja? Mensen gaan vaker, logisch. Juist, mm-hmm. Mensen gaan vaker in de avond chillen. In een restaurant zitten of een terrasje, iets pakken. Ja. Maar ook naar clubs. Dat zijn vooral avondactiviteiten. Vandaar is dus die logica dat we in de avond een uitgaansverbod hebben. Okay. En niet overdag, maar overdag is het arbeidsproces eigenlijk meer op gang. Ja. Het in stand houden van je leven doe je meer overdag. 'S Avonds heb je meer tijd voor recreatie en sociale activiteiten. Ja. En als je kijkt naar social distancing, dan zeg je, dan moet je in de avond die situatie creëren dat mensen zich niet kunnen socializen en mingelen zoals we dat willen. Dus dat is goed. Mm-hmm. En dat hebben we ook gezegd keer op keer aan de regering, als regering aan de mensen. De handhaving is belangrijk. We kunnen niet toestaan dat mensen in een lockdown party gaan na 8 uur. En toch nog het risico op transmissie vergroten. Ja. Oké, dat werkt goed. Wat we hebben gemerkt de afgelopen week, was op meerdere fronten bij het containen van die zorg, dus bij het beheersbaar houden van die zorg, dat we problemen hadden. Hebben nog steeds zelfs hoor. Bepaalde zijn een beetje opgelost, maar bepaalde nog niet. Zoals onze capaciteiten, onze HR, onze mortuarium. Zo zijn er verschillende facetten en verschillende aspecten waar er problemen waren. Mm-hmm. Dus we hebben een halt toegeroepen. We hebben de regering bij elkaar geroepen, parlement bij elkaar geroepen, commissies bij elkaar geroepen, handhaving. En hebben we gezegd van we moeten iets doen, een signaal sturen naar de samenleving. Dat wij het niet meer zullen uithouden als dit zo doorgaat. Mm-hmm. Als het ware wilden we die resetknop drukken even voor de samenleving. We zagen dat mensen zich gewoon het leven normaal deden. Terwijl er een besluit is van de president, een presidentieel besluit, waar deze maatregelen er al waren. Mm-hmm. Het enige wat is toegevoegd met die laatste wijziging is die lockdown van een dag. Ja. Maar dat van 8, 5, u weet het, 10 uur s'avonds, 11 uur s'avonds, was het nog druk op straat. Mm-hmm. Mensen zitten nog voor de winkels. Bij mij in de buurt zelf was er een barbecue stand die tot 11 uur, 12 uur nog open is. Als ik naar huis ging van een meeting, mm-hmm. stonden mensen in de rij barbecue eten te kopen. Snap je? Mm-hmm. Dat zijn voorbeelden die ik geef. Niet dat ik verantwoordelijkheden van mij of van de overheid wil afschuiven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar dan vraag je ook correct aan de mensen, waar is het respect voor het presidentieel besluit? Ja. Welk gedeelte snappen we niet? Mm-hmm. En ik kan bijna niet geloven van die mensen zeggen, ja, we moeten meer werken aan bewustwording, voorlichting. Dat doen we ook. We doen ook dat. We doen de voorlichting. We hebben gezien afgelopen week is een voorlichting met spotjes, et cetera, goed opgeschroefd. Onze Facebook-campagne is ook goed opgestart. We zijn bezig op diverse vlakken. We zijn nu bezig met een plan om de RR en DR-leden, eveneens de bestuursambtenaren, ook te betrekken in trainingen, zodat we op gemeenschapsniveau gaan. Dus wat we zagen is dat, ondanks dat er maar een besluit is, mm-hmm. de mensen zich toch lieten denken. Restaurants mochten bijvoorbeeld tot 8 uur open zijn. Of nee, het uitgaansverbod was van 8 uur. 8 uur. Maar restaurants waren om 8:30, terrassen waren om 9 uur nog open. Maar de vraag is dan, waar is het controlemechanisme? Dat bedoelen we. Dus we hebben gezegd, initieel de handhaving moeten opschroeven. Ja. Als we de handhaving opschroeven, dan hopen we dat dit probleem ook een beetje weggaat. Mm-hmm. Maar we waren wel allemaal van mening dat we de samenleving moeten voorbereiden als de situatie helemaal uit de hand loopt, mm-hmm. dat we die lockdown wel gaan moeten doen. Mm-hmm. En dan wordt het niet 1 dag, niet 2 dagen, maar misschien wel 14 dagen of 21 dagen, zoals modellen die we gezien hebben in het buitenland. Dus dat was het signaal? Juist, het signaal was dat voorbereiden, kijken hoe de instanties allemaal fungeren en kijken hoe wij de samenleving onder druk kunnen plaatsen vanuit onze positie als verantwoordelijke regering om u straks, wanneer u besmet bent, wat we niet hopen, wel zorg te kunnen bieden. Ja. Want ik wil niet in die situatie komen dat ik u moet zeggen, dat de dokter u moet zeggen, mevrouw, u bent positief getest, u bent obese, u hebt hoge bloeddruk, maar we hebben geen plek voor u. Hm. Dus gaat u naar huis, blijft u in contact met uw huisarts, als u ziek bent, belt u. Dan kijken wat we doen voor je. Zo. Dat is geen zekerheid. Mm-mm. Zekerheid bieden in de zorg is, we nemen u op. U bent 24 uur onder monitoring van een verpleegkundige en een arts.
Als u ziek bent, krijgt u ook die zorg. Als u verergert, kunnen we u naar de intensive care vervoeren. Dat is zorg bieden. Dat is garantie geven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Mm-hmm. Wij moeten iedereen mobiliseren en gemotiveerd houden in de zorg om verder te gaan. Ook de druk vanuit de zorgverlening naar ons toe als regering is, wij werken zo hard. Ja. We werken 12 uur shifts, doen we aan bed bij de patiënt. Maar de influx van patiënten neemt niet af, de regering. Mm-hmm. Wat doet u? Dus dat zijn signalen die we kregen vanuit die kant. Ja. Ja. Aan de andere kant probeer je dus. Wij hebben gezegd, die lockdown is geweest. Er zijn diverse opvattingen over van deskundigen en ook de gewoon algemene populatie. We nemen dat alles mee. Ik heb daar respect voor. Ik luister ernaar. Ons team luistert ernaar. Inventariseert ook de klachten. We krijgen ook brieven, e-mails, alles. En we stellen bij. Okay. Ja, je gaat nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Want aan de ene kant, wanneer je lockdown houdt, krijg je dus een telefoontje van de VSB en andere instellingen die zeggen, het bedrijfsleven gaat kapot. Ja. Wat doen jullie als regering? Precies. Je weet niet dat er een financiële crisis is. Dus dit is een, ik zeg het nog laatst, nog gisteren van iemand. Het is, we lopen op een zijden draad. Mm-hmm. Waar we aan de ene kant de samenleving willen beschermen. Ja. Ja? Aan de andere kant moet je vitale groepen in stand kunnen houden. En aan de andere kant wil je de mensen ook hun normale leven laten leiden. Yes. Dus het heeft allemaal afwegingen die je moet maken, wie en wat, hoe of niet. Ja. Dus ik zeg, we kijken, we volgen de situatie dagelijks. Vandaag is er wederom een persconferentie. Mm-hmm. We gaan proberen op de persconferentie in ieder geval de samenleving weer te informeren. Ons voorlichtingscampagne gaat door. We hebben nu een COVID-journaal, welke dagelijks wordt afgedraaid. Mm-hmm. Het is een programma van 8-9 minuten. Waar wij gewoon de 24 uur, afgelopen 24 uur, voor de samenleving in beeld brengen. Okay. Wat de ontwikkelingen zijn. Met als doel ze. Juist, met als doel ook aan te geven. En we zijn op de goede weg. Het enige wat we vragen van de samenleving is, werk mee, doe uw deal. Als u naar de winkel gaat, doe het effectief. Mm-hmm. Ga niet hangen met elkaar. Er was ook een plan natuurlijk om die 8 tot 5 te brengen naar 6 tot 5. Of 5 tot 5. Mm. Maar ik heb de president zelf gezegd, president, als we dat gaan doen, dan krijgen we trechtervorming overdag. Ja. Ja? Dan krijg je dat de winkels volstromen. Ja. En dat stimuleert nog meer de verspreiding. Dus laten we liever die handhaving doen naar 8 tot 5. Mm-hmm. En laten we kijken. Verder geef je ook daarmee de ruimte aan het bedrijfsleven om normaal nog te functioneren. Oké, dus even terugkomen. Tijdens die lockdown, want ik begreep bij de vorige lockdown, dan kon de medische diensten erop uittrekken en dingen doen, maar dit was gewoon een signaal naar de samenleving van dit kan. Nou, de inzichten zijn natuurlijk verschillend. Elke dag dat je een lockdown zou toepassen met de, eigenlijk de, als doel de beweging in de samenleving stil te leggen, heeft het voordeel voor jou. Ja. Ja, je krijgt ook sowieso minder verspreiding dan als mensen zich continu bewegen. Mm-hmm. Dat is het principe van die social distancing en physical distancing. Maar je moet het tweeledig zien. Dus het is een bepaalde strategie. Maar aan de andere kant stuur je ook een signaal van het kan. En ik zie de beelden en ik zie dat het kan. Mm-hmm. De mensen waren inderdaad thuis. En de handhaving was ook inderdaad aanwezig. Ja. Dus we kunnen het doen. Dus mijn advies naar de regering. Wanneer er een lockdown moet komen, is de regering, zet u het door met dit principe. En de duur zullen wij bepalen. Mm-hmm. Maar rekening houden met alles. Ja, want ik had u ook gehoord, de volgende dag, zondag, zegt u, zag de mensen een beetje, want ik heb inderdaad gezien, ik was buiten de stad in een huisje en ik zag een heleboel mensen komen zondag. Ja, kijk, in dat presidentieel besluit staan een aantal maatregelen. Vandaag gaan we een perscommuniqué geven, waarbij we 3 grote groepen in beeld willen brengen. Mm-hmm. En het zijn 3 gebieden wat ik heb geïdentificeerd met mijn team als potentiële gebieden die nog niet goed reageren op het besluit. Dat zijn Dat is de horeca, restaurants, cafés. Ik was persoonlijk op straat zondag om, ik was in mijn auto, dus ik vormde geen besmettingsgevaar voor niemand. Ik ben een beetje gaan rijden en ik reed bij het uitgaanscentrum. We kunnen gewoon praten, we zitten in Suriname. Uitgaanscentrum Paramaribo, daar bij de, al die hotels. Mm-hmm. En een bekend terras, oudste terras daar, bekendste, was normaal open. Dus met terrassen mogen niet open zijn, dus nu is het, mogen in de buitenlucht dus zitten. Nu is het, we hadden het vorige besluit van de president was,
restaurants. Binnen het restaurant mag je niet dineren. Ja. Buiten mag op een terras. Nu hadden wij gezegd, nee, ook terras hebben we gemerkt dat het uit de hand loopt. Oh, okay. Er waren niet 5 mensen meer aan tafel, maar als een groep van 10 komt, dan liet de restauranthouder het ook toe. Want ja, ik ga die groepen niet gaan splitten, die man gaat verliezen. Ja. Dus wij zeggen, en toen hebben wij gezegd, nee, terrassen sluiten we nu ook. Oh, okay. En een restaurant en een café blijft alleen open voor afhaal en levering. Ik moet eerlijk zeggen, dat was dan niet duidelijk. Want ik dacht dat ook mensen dus, mochten zitten op de terrassen. Nee, dat, dus dat was er. Is nu ook, dus woensdag, als u kijkt naar die besluiten op die persconferentie die we hebben aangehaald, staat het heel duidelijk. Restaurants en cafés alleen open voor afhaal en leveren. Okay. En je ziet daar, ik rijd langs, ik zie een aantal terrassen naast elkaar, gewoon open. Mensen zitten op elkaar, nog erbij zonder mondkap. Mm-hmm. Ik heb gelijk toen een bericht gestuurd naar mijn collega's, ministers. Mm-hmm. Hij zegt van, kijk hier, dit is het resultaat. Mensen snappen het toch niet. Dat is één. Mm-hmm. Cafés moeten begrijpen dat we nu hun wel de gelegenheid geven, maar alleen voor afhaal en levering. Okay. En dat draait goed hoor. Ja. Mensen reageren heel goed. De jongens die leveren zijn heel dag op straat, je ziet het. Mm-hmm. Maar dat is veilig. Ja. Weet je, het is een veilige wijze van werken. Maar je laat ook je diensten draaien en de klant is ook tevreden. Okay. Dan hebben we die tweede groep sportcentra. Mm. Wat we hebben geconstateerd, gyms, bepaalde gyms en sportcentra, waren toch normaal open. Mm. En we hebben gezegd als regering, sporten in verenigingsverband of gemeenschappelijk verband, buitenshuis of binnenshuis, is verboden. Mm. Individuele sport is toegestaan. Okay. Sport is goed, u zegt er net obesitas, ja. Sport is goed. Het maakt je weerbaar, het verhoogt je conditie, ja, je bouwt je weerstand op, zo'n beetje, en je valt af. Maar wat we zagen is ook dat mensen dus in georganiseerd verband in grote groepen bij elkaar sporten. Mm-hmm. Ik heb zelfs berichten dat selecties van volleybal en allerlei soorten dingen nu terugtrekken in grote groepen naar het binnenland. Om daar te gaan sporten. Alsof is dat daar niet een soort trainingskamp? Ja, training, maar dat stimuleert. Dus wat we hebben gezegd, je zou een duidelijk protocol moeten hebben. Mm-hmm. En ik heb inderdaad in een eerdere interview en bij bepaalde programma's gezegd, het is verboden. Mm-hmm. Maar als je een goed protocol aan ons overlegt, aan ons team, ja, met de duidelijke afspraken, dan kunnen we daarnaar kijken. Maar we weten ook dat als iets een commercieel karakter heeft, dat organisaties vaak niet geneigd zijn om inderdaad te zeggen van nou, ik kan 30 man accommoderen, dus ik ga het doen, ik ga me echt niet doen. Dus dat zijn dingen die goede afspraken met die organisaties moeten maken. Mm-hmm. Maar een ander idee is, en daar zijn we nu mee bezig, daar kunt u gewoon wat resultaten van verwachten, en dat ga ik een tipje van de sleur doen, mm-hmm, is dat we de sportscholen stimuleren en motiveren om virtuele oefensessies op te nemen, af te draaien op de tv, op overheidskanalen, om de mensen in hun eigen setting thuis te laten sporten. En dan maak ik goede afspraken. U kunt vanaf 6 uur morgen, 7 uur morgen, elk uur zo'n beetje een fitness sessie. Ja. En dat kan. En dat is liever mij ook een bijdrage op die manier, om de samenleving een beetje gezond te houden. Mm-hmm. Dus sporten, daar is ook een misvatting. Okay. En de derde groep waarover het hadden was de recreatieorde. Dus de recreatieorde die hebben formeel een sluiting, dus ze moeten formeel gesloten zijn. Maar we zien, grote groepen trekken naar het binnenland, grote groepen trekken naar para en andere orde. En tegen grote bedragen, hoge bedragen wordt de eigenaar betaald en men gaat in grote groepen. Dus dat is ook een zorgpunt. En formeel moet de districtscommissaris dus op instructie van de minister van regionale ontwikkeling optreden. Ja. En ik ben geen handhavende minister. Ja. Ik ben een minister, een vakministerie, een technisch ministerie die de medische ondersteuning op gezondheidsvlak moet ondersteunen. Ik heb mijn mening ook over bepaalde zaken hoe ik zou handelen, maar ik kan niet, ik beslissen niet voor de minister van Justitie. Want daarom vroeg ik ook naar het controlemechanisme, justitie, defensie, wat doen ze? Ja, ze doen wel hoor. Ik moet zeggen dat mijn collega van Justitie en Defensie sowieso heel willing zijn. Er zijn ook organisatorische issues natuurlijk die zij moeten oplossen. Mm-hmm. Dus ik geef ook de ruimte.
hopelijk hoeven ze niet te vaak op te treden als de samenleving hun medewerking. Dus het is een compleet pakket waar elke factor een belangrijke rol heeft. Mm-hmm. En dat moeten we niet vergeten. Okay. Zijn de protocollen nu helemaal af voor de verschillende diensten? Er zijn 8 of 9 protocollen al officieel af. Mm-hmm. Gisteren hebben we 3 afgerond verder. Er zijn een aantal in voorbereiding, horeca. Er zijn een aantal die we nog moeten. Maar zijn in vergevorderde fase. Mm-hmm. Wij, u zult het ook gehoord hebben van bijvoorbeeld, ik zag die meneer van Volsof, meneer Sahadeo Lal en PLO. Ik zag ze laatst nog in een interview hoe tevreden ze zijn met deze protocollen die we ze hebben aangereikt. Hoe professioneel het is gegaan ook voor hun. We proberen, als we een protocol uitgeven, alle aspecten, alle onderwerpen mee te nemen. Maar dat is voor de samenleving niet belangrijk. Ja. Voor de samenleving is belangrijk, wat moet ik doen? Ja. Als ik bij een bushalte sta, ja. Hoe moet ik staan? Als die bus arriveert, wat mm-hmm. moet ik de buschauffeur zeggen? Hoe moet ik mijn geld afstaan aan die man? Dus daar, dat is wat we noemen een fact sheet. Mm-hmm. Dus dan moet je eigenlijk van die dikke 15 bladzijden protocollen, moet je een sheet maken van 1 A4'tje of een pamflet. Mm-hmm. En dat moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de samenleving. Dus ook daarmee zijn we bezig. Bepaalde doen we illustratief. Mm-hmm. Bepaalde proberen we met een filmpje te maken. Okay. Om het een scenario daar weer te geven. Yeah. Alles kost tijd. Alles kost verderig inzet. Maar alles kost geld. Dat vooral. En daar, met dat laatste aspect, mm-hmm. daar zitten we nog mee. We hebben af en toe problemen bij de productie van bepaalde zaken. Bij de opzet van bepaalde zaken, omdat daar geld te pas komt. Want niet iedereen wil pro deo werken. Nee. We hebben wel een overheidsapparaat. Mijn voorlichtingdienst werkt zich goed in. Mm-hmm. En werk ook mee. Maar dan nog zit je met bepaalde aspecten waar mm-hmm. geld bij te pas komt. En ook, als je het wil laten zien aan de samenleving, moet je de mediahuis ook betalen. Ja. Je kan niet verwachten dat het gratis geproduceerd of gepubliceerd zal worden. Dus, ik heb begrepen voor het COVID-journaal, is het pro-deo wat... Dus het COVID-journaal heeft de president persoonlijk gevraagd aan alle mediahuizen om daar medewerking aan te verlenen. Mm-hmm. Omdat in de vergunningen hoorde ik dat je een half uurtje van je uitzendtijd in een crisis pro-deo moet geven. Dus dat gedeelte is leek gecoverd te zijn. Maar het gaat om algemene promo, filmpjes, et cetera. Mm-hmm. Dat je daar wel de kosten voor gaat moeten dekken. Okay. Want de vraag was natuurlijk, als de school begint, zullen de bussen rijden? En een andere vraag, wanneer gaat het luchtruim open? Zijn daar... Met betrekking tot de scholen? Kijk, de situatie in het land zal bepalen. Collega onderwijs vraagt me ook. Minister gaat me helpen mm-hmm. met, ik zeg prima, mm-hmm. we gaan even kijken, begin alles gewoon normaal voor te bereiden. Maar we moeten kijken hoe wij de scholen op een veilige manier kunnen openen. Ja. Voor de lagere scholen, en dan heb ik als kids keer op keer gezegd dat kinderen, uit de literatuur gebleken is dat kinderen niet de verspreiders zijn van de epidemie, in mm-hmm. dit geval, van de pandemie. Ja. Maar ze zijn dus ook, ze zijn minder besmettelijk. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel, een bepaald percentage kan wel een beetje ziek worden. Ja. Maar nu praten we over de jonge volwassenen mm-hmm. en volwassenen. Dan praat je over hoger onderwijs, VWO, MULO, derde, vierde MULO, VWO en universiteit. Dat zijn volwassenen. Mm-hmm. Dus dan kan je die stelling niet, gaat niet op voor die groep. Dus daar moet je dan ook goede protocollen voor hebben, goede afspraken mee maken. Het onderwijs kan... anders worden opgezet. Dat moeten de deskundigen geven. Maar wij geven onze inzichten. Op basis van de situatie die we verwachten, gaan we advies uitbrengen. Okay. Met betrekking tot het luchtruim, mm-hmm. waren wij 10 dagen ongeveer terug op het punt om de president te adviseren om het luchtruim voor Nederland en Curaçao open te stellen. Mm-hmm. Omdat de transmissiegraad in die landen heel laag was. Ja. Natuurlijk volgen we het. En voor nu hebben we dus dat aangehouden toen, omdat onze capaciteiten onder druk kwamen te staan. Mm. Dus we zeiden in het team van, als we dat toelaten, alhoewel we weten dat er minder kans is, dan nog, als er een 3-4% van de mensen die komen naar Suriname positief zijn, mm-hmm. betekent dat die kostbare plekken voor de Surinamers straks ingenomen moeten worden door buitenlanders.
Dus dan creëer je een probleem voor jezelf. Mm-hmm. Wat we wel hebben gedaan gisteren, gaat u zien in de bekendmakingen, ja. Dat we de quarantaine hebben voor Nederland, personen uit Nederland die terugkomen en uit Curaçao hebben afgeschaft. Ja. Dat betekent dat men, als men uit Nederland komt nu, of uit Curaçao, dat men niet in thuisquarantaine hoeft te gaan. Helemaal. Maar natuurlijk krijgen ze wel de instructie, als ze ziek worden, dat ze zich moeten afzonderen en contact moeten maken met BOG. En dan kijken we. Dus okay. Dat hebben we voorlopig gedaan om alvast een stap naar het openstellen van. Het luchtruim blijft gesloten. Mm-hmm. BLM is Brazilië. Mm-hmm. Miami is Amerika. Yeah. Frans-Guyana, Cayenne. Dat zijn drie gebieden. En Aruba ook. Waar op dit moment de kans op COVID mm-hmm. heel groot is. Ja. Dus wij kunnen ons dat niet permitteren. Ja. We hebben ook vorige week samen met de president een CARICOM Heads of Government meeting gehad op het kabinet. En een Zoom meeting was dat. En we hebben dus ook daar gesproken over hoe je het luchtruim veilig moet openstellen. En zij praten over een bobbel. Een bobbel is eigenlijk een gebied, een zone, waar je eigenlijk veilig kan reizen. Mm-hmm. Dus tussen gebieden met dezelfde risico's. Ja. Kan je gewoon veilig reizen. Ja, we weten dat er landen zijn in het Caribisch gebied die niet eens ingevallen hebben. Precies. Maar het probleem is, ik zei het ook laatst, Suriname is een beetje anders. Omdat Suriname heeft drie landgrenzen mm-hmm. en één oceaan als noordgrens. Dus van overal komen er mensen binnen. Een eiland heeft het probleem niet van grenslanden, et cetera. Ze hebben geen landen waar ze illegale mm-hmm. zo makkelijk binnenkomen. Yeah. Met een goede landbewaking, is ook vaak niet zo groot. Kan je strategisch dus zien als er boten binnenkomen, et cetera. Dat is makkelijker te containen. Wij zitten in Suriname in een hele andere situatie. Yeah. Onze oostgrens, daar zit het bomval op Sint-Laurent. Mm-hmm. De grens met Brazilië is praktisch open. Dus komen continu mensen. Daar is het ook tweede land na Amerika. Precies. En Guyana, oké, dat valt mee. Mm-hmm. En ook de grens daar is wat makkelijker te controleren. Dus dat valt wel mee? Dat valt wel mee, omdat Guyana heel lage aantallen heeft vergeleken met Suriname. En de oceaan blijft ook een dreiging, omdat er ook boten binnenkomen, zoals kolonel Sleegaard ons heeft laten weten. Vertrekken boten helemaal uit BLM, langs die kust van Brazilië, van Frans-Guyana. En dan komen ze tot in Suriname aan. Zo. En voor de kustwacht is dat een hele zware opgave, ja. Om dat te controleren. Het kost veel geld om de boten in te zetten en de screening te doen. Mm-hmm. Dus dat zijn de challenges waarmee we face in plaats, dus los van de interne zaken, de capaciteiten en de samenleving te controleren, hebben we ook nog de grenzen die we met veel moeite kunnen beheren. Als ik zo naar u luister, dan merk ik, u heeft dingen eigenlijk een beetje niet onder controle, maar u weet waarmee u bezig bent. Want als we naar de kritieken luisteren, dan is het alsof het ministerie, het team eigenlijk met de handen in het haar zit en they lose control. Maar dat zegt u niet. Ja, kijk, de kritieken zou je niet kunnen wegnemen. Het zou altijd goed zijn als we zaken veel beter konden doen. Mm-hmm. Ik heb duidelijk aangegeven wat mijn beleid is. Mm-hmm. We hebben ook het testbeleid bijvoorbeeld drastisch opgevoerd. Ja. Meer als overweging om snel te kunnen testen. En die mensen die nog net klachten hadden, snel te filteren uit die samenleving, zodat ze geen gevaar vormen voor u. Oké, dat is het testbeleid. Maar inderdaad, kijk, er zijn verschillende gebieden. In die total management mm-hmm. moet je alle aspecten bekijken. Je kan niet alleen focussen op het medische. Ja. Je kan niet alleen focussen op het sociale of op de economie. Je moet een total package hebben. En we werken op verschillende fronten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft wel de lead, maar ik mag u zeggen dat wij op verschillende fronten, ik ben bijvoorbeeld met DNV dagelijks in contact over dat van de pasjes, over dat van repatriatievluchten, over verschillende zaken. Dus daarom zei ik, door COVID kan ik als minister van Volksgezondheid de volksgezondheid, het beleid op volksgezondheid nog niet uitstippelen, compleet. We blussen brandjes hier en daar. Ziekenhuizen die in financiële problemen komen, medicamenten voorzieningen die in gevaar komen, vaccins die moeten worden binnengehaald om niet te komen in een situatie waar je geen vaccins hebt. Dus wij hebben veel werkarmen, volksgezondheid heeft veel werkarmen.
We hebben ook torenhoge schulden. Mm. En die schulden dienen zich continu aan. Mm-hmm. Elke dag kreeg ik facturen binnen. Van dingen uit vorig jaar nog en dit jaar nog. Snelle deals die waren gesloten. Mm. En dat vormt de grootste obstructie om je beleid goed uit te zetten. Mm. Bij volksgezondheid gaat het redelijk goed met onze protocollen, onze dingen op volksgezondheidsniveau, de zorg en zo. Maar mm-hmm. hebben we torenhoge schulden waardoor buitenlandse leveranciers ook niet meer willen leveren. Yeah. De dialyse leveranciers van vloeistoffen, dialyse vloeistoffen, die zijn ook al moe. Yeah. Het zijn grote bedrijven, maar we hebben als overheid daarvan misbruik gemaakt. Mm. En nu zitten we in de situatie dat de mensen zeggen, ik sluit die kraan voor je als je maar dit bedrag niet geeft en zo. Dus we hebben ons een beetje ook te kijk gezet bij dit soort leveranciers. Mm-hmm. En dan kan je zeggen van dan ga ik naar een andere leverancier. Maar die mensen hebben contacten met absoluut. Elkaar. Ja, en ze zetten je op een blacklist. Toch? Mm-hmm. Van ga niet met dit land in zee, want ze gaan je niet betalen. Kijk mijn rekening hier. Ja, en al die dingen ja. hebben we hoor. De president is er ook van op de hoogte. We hebben het parlement gepresenteerd wat de challenges zijn. Veel financiële problemen, veel personele aangelegenheden op het ministerie ook. Mm. Mensen die zich dagelijks aanmelden, ja, ik had een beschikking. Zo. Ik had dit en ik moet dit en ik word tuinman. Ik ben als tuinman aangenomen, ben als wachter aangenomen. Oh. Ik begrijp het, maar het is een stukje beleid, welke de hand is gelopen de afgelopen maanden. En nu zitten wij ermee en moeten een goede oplossing vinden. Mm. Een middenweg voor alle problemen. Nou. Ik zie dat u uw handen vol heeft. Maar we zijn jammer genoeg aan het eind gekomen van dit programma. Heel veel informatie heeft u de bevolking kunnen verschaffen. En ik denk dat als men goed naar u geluisterd heeft, dat men ziet dat ze eigenlijk ook de regering moeten helpen. Hè? Ja. Je moet niet aan de kant blijven zitten en denken, nee, het is de regering die alles moet doen. De samenleving, wij allemaal hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Maar aan u de gelegenheid om nu toch een korte boodschap te geven van hart toe hart aan de samenleving. Oké, lieve mensen thuis. Wat ik wil zeggen als minister van Volksgezondheid, als vertegenwoordiger van de regering aan u. We zitten allemaal in een hele moeilijke tijd. De hele wereld ervaart de pandemie. De hele wereld is in een stilte. De hele wereld, de ontwikkelingen in de wereld zijn een beetje stopgezet. Nu zie je wel een beetje normalisatie. Maar het zijn vaak van de rijke landen die snel kunnen herstellen na een crisis. Wij zitten met het probleem in Suriname dat onze zorgcapaciteit, de zorg, dus de gezondheidszorg, het systeem, naar u als Surinamer onder behoorlijke druk staat. We willen, en dat is onze instelling, hoe lang wij dat nog kunnen rekken, maar we willen wel de garantie geven aan u als Surinamer dat wij die zorg willen bieden aan u als u positief bent op COVID-19, getest bent op COVID-19. We doen dat met al onze beschikbare middelen, met al onze capaciteiten. Ik heb een team op het ministerie die bijna pro deo werkt. De mensen zetten zich dag en nacht in voor u als Surinamer. Evenzo ook de handhavende instanties, de politie en de militairen en alle andere mensen die proberen met man en macht de maatregelen die wij aankondigen aan u door te geven. We zijn in het begin niet sanctionerend geweest. We hebben geen boetes gegeven aan mensen. We hebben toegestaan. De druk is zodanig opgevoerd in de zorgcapaciteit dat we geen andere mogelijkheid hadden om aan te scherpen de maatregelen. Om in ieder geval u nog steeds te kunnen garanderen dat als u ziek bent, u opgenomen kunt worden. We vragen, en ik vraag u namens de regering, om uw bijdrage te leveren. Niet in de vorm van geld of iets anders, of ondersteuning. Het enige wat we vragen aan u, het presidentieel besluit omvat enkele maatregelen. Kijkt u op uw manier hoe u daar een invulling kunt geven. Doet u uw plicht, leeft u deze regels na, en dan kan ik u garanderen dat we samen als Suriname hier uit deze crisis kunnen komen met heel weinig schade. Schade zal er zijn. Er zijn al 60 overledenen. 60 families hebben al iemand verloren. Laten wij proberen dit aantal niet verder snel te laten opklimmen. Als u uw bijdrage levert, kunt u ook ervoor zorgen dat anderen sneller genezen en wij sneller tot een normale situatie kunnen komen. Dank u. Nou, dank u wel. Minister, mag ik u bedanken dat u ruimte heeft gemaakt in uw tijdschema om toch hier te zijn. Ja. En we blijven u volgen, maar we wensen u vooral heel veel sterkte. Dank u, ook bedankt voor de ruimte. Ja. Ik heb er ruimte voor gemaakt omdat ik weet dat communicatie belangrijk is. Iedereen zegt het voorlichting. En ik wil het niet overlaten aan
aan ieder om het te doen. Ja. Waar ik het zelf kan doen, doe ik het. Omdat ik de samenleving persoonlijk wil informeren over de stappen die we ondernemen. Mm-hmm. En ik ben anytime beschikbaar. U hebt mijn nummer. U weet hoe u me kunt bereiken. U weet zelf hoe u me hier hebt gekregen. Dus ja, komt goed. Dank u wel. Nee, dat is helemaal goed. Kijkers, u heeft het gehoord. De minister zegt, ik laat het niet over aan anderen. Ik praat zelf tot u. Wat wij moeten doen is luisteren. En ook onze bijdrage leveren. Laten we ervoor gaan. U heeft de boodschap van de minister gehoord. En ik zeg, samen staan we sterk. En laten we dus samen door deze hele moeilijke periode, niet alleen voor Suriname, maar voor de hele wereld gaan. Ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Donderdag zijn we er weer met de anderen. Tot dan. Goeiedag.